En we gaan naar onze tweede gast, Peter Schoonhoven. Liefhebber van modelbouw en met name van treinen. En die hobby is toch een soort beroep geworden. Kunt u uitleggen hoe dat gegaan is? Wat is de geschiedenis van Zeven Spoor, de winkel aan de Noordelijke Dwarsweg? Ja, als je als kind zijnde altijd met modeltreinen bezig bent, je verzamelt ze. Heb je als kind zijnde, zag je hele mooie winkels. Onder andere een stad, een eentje in Rotterdam. En dan sta je daar en denk je, ik heb een droom. Ik zou best ook wel eens zoiets moois willen hebben, zo'n winkel. Nou, veel van die winkels die, waar je komt, gaat van familie op familie. En ik heb geen ouders die zo'n zaak had. Dus dan ben ik heel geleidelijk begonnen in en verkopen van tweedehands banen. En daar heb ik alle mooie stukken van gehouden. Daar heb ik ook een hele mooie grote verzameling opgebouwd. Wat ik over had, heb ik weer verkocht. En van een beurzen, toen al een keer mijn schoonzusje zei tegen me van, waarom begin je niet een winkel in Zevenhuizen? Toen dacht ik, nou waarom niet? En dat hebben we gedaan, inmiddels bijna 14 jaar geleden. En als vaders komen in uw winkel om een trein te kopen, is het echt voor de kinderen of ja, hunzelf? Beide. Iedereen heeft een trein in de zolder. Nog trein. Wel, ja. Er zijn nog heel wat verborgen treinen. Er is ook onderschat het woord. Ik heb hier natuurlijk van merk niet wat staan. Onderschat dat merk niet. Deze locomotieven meegenomen. Maar je hebt hem ook nog in origineel blik. En dan praat je over enkele tienduizend euro's waarde. Want merk niet bestaat volgend jaar 150 jaar. Dus dat is nogal wat. Ja, de vaders komen bij ons binnen. Die zeggen het is voor hun zoon. Maar we hebben ook heel veel mensen die juist dit. Omdat ze de hele tijd, ik hoor even van de economie. Het gaat wat goed, wat slecht. Mensen die het hele leven hard werken, hebben wat te besteden en willen dan ook dat weer terugzien in iets wat je in huis hebt. Dat zijn natuurlijk waardevolle stukken, dat blijft ook altijd waardevol. Ja, u zegt waardevol, is dit een van de duurdere? Dit is een van de duurdere loks, ja. Waar moet ik dan aan denken? Ik dacht iets van 2.500 euro is. Eén stuk? Dat is leuk met treinen te spelen, stuk. Ja. Dus u maakt zich met deze Sinterklaasdagen, de kerstinkopen, over de omzet in de winkel nog geen zorgen? Tot gisteren niet. Tot gisteren niet. Vorige week moest ik ben bij de tandarts geweest en dus ook een modeltreinwinkel daarnaast. Ik denk nou, ik ga stap even binnen, omdat u komt als gast vandaag. En het verbaast me hoeveel soort treinen, maar niet alleen treinen, maar ook heel kleine figuurtjes. En, ja, mannen met een paraplu en verschillende figuurtjes. En je kan ook wat los aarde kopen en bomen met sneeuw op en alles. Nou, dat verbaast me. Het is zo'n assortiment. Ja, dat klopt. Een hele andere wereld, de treinwereld. Het is een hele mooie wereld, denk ik ook. En vaak ook nog eens toch nog, voor mijn verbazing, onbekende wereld. Ik denk, als je er eenmaal mee bezig bent, dat zie ik nu ook al gebeuren. Er komen mensen binnen voor de kerstmis, om de kerstboom, een kersttreintje. We maken op dit moment tuincentrum in Zoetermeer. Daar hebben we een modelbaan neergelegd, bij Groenrijk. En dat is heel leuk, die maken weer heel veel reclame naar ons terug. Dus komen mensen bij ons de baan halen, een kerstdorpje maken, dan rijdt een trein in. En ik zie al die mensen, ja, het is maar een beetje voor kerstmis, een beetje om die boom. En dan laat ik vaak ook nog een goedkoopste set zien. En toch zie ik de duurdere soms weggaan, want vaders, moeders vinden het toch ook wel leuk.